Hallo, hier zijn we weer. Vandaag de rechtstaande oefeningen weer. En we gaan direct starten met een opwarming. Dus je mag beginnen marcheren. Je weet natuurlijk nog, de stoel kan je gebruiken. Extra ondersteuning of al zittend. Oké. We gaan de tenen tikken. Voorwaarts. Heel goed. 4, 3, 2 en 1. Goed blijven doorstappen. Ondertussen doen we de polsen. Goed draaien, losmaken. En 4, 3, 2, 1. Schouders op en neer. Op en neer. Ik weet het niet. Op en neer. Op en neer. Afwisselen, linker en rechter schouder. Ja. Opwaarts duwen, ontspannen, neerwaarts laten. 3, 2, 1. Grote cirkels. Inademen. En achterwaarts. Inademen. En uitblazen. Voilà. Los. Nu de nek nog naar beneden. En naar boven kijken. Hop. En naar boven. Nog één keer. En naar boven. En dan links en rechts. Dus ver achteruit kijken. En wisselen. Doen we nog een keer. En wissel. En nog. Laatste keer. Oké, voilà. Alles zit los. Dan gaan we beginnen. Onze eerste oefening. We gaan eerst op nul zetten natuurlijk. Dat ik de 30 seconden juist time. We beginnen met voortikken en zijtikken. Dus voor en zij. Voor, doe maar mee. Voor en zij. Voor en zij. Als het goed gaat, mag je ook armen erbij doen. Ja? Voor en zij. Voor en zij. Super. Voor en zij. Voor en zij. Nog 10 seconden. Kom aan, hè. Goed de armen strekken. Goed de tenen tikken. Voor en zij. 3, 2, 1. Oké. De volgende is de notenkraker. Je gaat je vingers in elkaar doen. Tegen je voorhoofd plaatsen. En je brengt ellebogen naar elkaar. Ja? Goed. Dus je duwt de ellebogen tegen elkaar. Goed. Lukt het niet van het gaatje te maken bovenaan? Ja, dat kan zijn dat er gewoon niet genoeg lenigheid is in de polsen. Dat is niet erg, dan doe je het gewoon op jouw manier. 3, 2, 1. Oké. Bij de volgende oefening ga je een squat maken en je gaat de grond aantikken. Ja? Poep goed achteruit. Ja. Heel goed voor de bovenbenen. Heel goed, hè. Nog 10 seconden. Kom aan, hè. Even volhouden. Goed opspannen de benen. Laatste. Oké. Even marcheren. 30 seconden rust. Je weet als het te snel gaat, doe je de oefeningen trager. Eigen tempo. Met gebruik van de stoel. Luister naar jouw lichaam. Oké? Nog 10 seconden. En dan herhalen we de oefeningen. We begonnen. Tik voor en zijwaarts. Ja. De tweede was onze notenkraker. En de laatste was onze squat met de grond tikken. Ja? 3, 2, 1. Tik voor en zijwaarts. Voor, zij. Voor, zij. Voor, zij. Voor, zij. Wat konden de armen doen? Naar voor en opzij. Hetzelfde. Heel goed. Voor en zij. Voor en zij. Nog 10 seconden. Gaat goed, hè? Kom aan, hè? Volhouden.
En 3, 2, 1. Oké, marcheren. Notenkraker. Ellebogen samenbrengen. Ja. Heel goed. Dit doen we ook 30 seconden. Waar begin je te voelen? In de schouders, hè? Ja? Daar mag je het voelen, hè? Nog 5, 4, 3, 2, 1. Onze squat. Tik de grond aan. Ja. Goed de poep achteruit. Knieën gaan niet voorbij de tenen. Dus je zit vlak achteruit duwen, hè? Buigen in de heupen. Ja. En volhouden, hè? Nog 10 seconden. Kom aan, hè. Heel goed. Nog 4, 3, 2, 1. Oké. Marcheren. Dan zijn we bij dat tweede deeltje. De tweede keer. 3 oefeningen uitvoeren van 30 seconden. Maar we hebben nog eventjes rust, hè. Nog 15 seconden. Even op adem komen. Super. Nog 10 seconden. Gekende oefening, de knie opwaarts brengen. Maar in plaats van 1 maal doen we ze 2 keer. Oké? 3, 2, 1. 2 maal de knie opwaarts. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Het is weer redelijk snel, dus als je het liever een beetje trager doet, ja, kan je perfect, hè? Ja, doe je het graag met de stoel. Ja, kan ook. Al zittend kan ook. Ik zou wel eens kunnen laten zien, maar zoveel tijd heb ik niet. Ja? Oké. Dus 1, 2. En de laatste. En hop. Volgende. Armen gaan we voor- en zijwaarts brengen. In combinatie met onze step touch. Dus hier gaan we mee starten. En de armen. Voor- en zijwaarts. Ja? Ook eentje voor de hersenen. Coördinatie. Armen en benen. Dus die mogen we ook prikkelen. Ja, die kunnen we ook nog oefenen. Hè. Dat ze goed wakker blijven. 3, 2, 1. Oké. Volgende oefening. Lichtjes door de knieën gaan. Ja. Schouders op de kapstok. Dus naar beneden. Hangen. Ja. Buigen in de heupen. En je gaat afwisselen. En je tikt je teen aan. Als het te snel is, doe je het weer trager. Ja. Nog 5 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dat waren er weer 3. Deze gaan we herhalen. Eventjes rust. Wat waren de oefeningen weer? 2 maal onze knie opwaarts. Ja. De tweede was met de armen en de step touch. En onze laatste. Tenen tikken. 2 en 1. Hop. Ja, heel goed, hè. 2 maal. Probeer vol te houden. Is te snel, duw je trager. Ik kan het niet genoeg zeggen. Hop. Hop. Heel goed, hè. Nog 15 seconden, hè. Volhouden. Goed in- en uitademen tijdens de oefening. Ja. Goed hoog die knie brengen. 4, 3, 2, 1. We begonnen met onze step touch. En de armen erbij. Voor en zij. Voor en zij. Als het goed gaat, mogen de armen sneller. Hop, hop, hop. Ja, wie kan er mee? Als het niet lukt, niet erg, hè. Dit is coördinatie. Niet iedereen kan dat even goed. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Buigen door de benen. Poep achteruit. Schouders zitten goed. En wisselen. Tik, 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 tik. Mag je weer voelen in de bovenbenen. Tik. Tik, nog 15 seconden. Goed volhouden. 6, 5, 4, 3, 2,
Hè, voelen we wel, hè? Ja. De laatste drie oefeningen. Wat gaan we nog doen? Oké, nog 15 seconden. En we beginnen met een bounce stick. Ga hem al voordoen. Dus je buigt door de benen en je tikt opzij. Ja? Dus tik opzij. 3, 2, 1. Doe maar mee. Ja. 30 seconden starten nu. Wie goed mee is, ja, ik zal het zo zeggen, mag de armen erbij proberen te doen. Maar dit is weer coördinatie. Hè? Snoots laat je ze weg en doe je enkel de benen. Buig, tik, buig, tik. Heel goed. Nog 10 seconden. Buig, tik, buig, tik. Gaat goed. Volhouden. Hè? 4, 3, 2 en 1. Oké, op onze tippen staan. Op en neer. Op en neer. Armen. Op en neer. Op. Op. En nog 10 seconden. Hè. Goed op die tippen. Gebruik je kuiten. 4, 3, 2, 1. Voor de volgende. 4 keer je knie. Daar straks reden we 2 keer. Nu 4 keer. Dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mag met armen natuurlijk. Des te meer we alles bewegen, des te sterker worden we. Ja. 2, 3, 4. Laatste keer. Oké. 30 seconden rust. Goed stappen. Blijven marcheren. En dan herhalen we de laatste oefeningen nog. Weten jullie ze nog? Bounce stick. Dus buigen en tik opzij. Dan deden we op de tippen staan. En de armen omhoog. En de laatste. 4 keer onze knie. We zijn er klaar. Ja. Bounce stick, bounce stick. Buig en tik. Als hij goed gaat. Strek je arm. Ja. Kan ook trager. Ja. Je kiest het zelf, hè. 5, 4, 3, 2, 1. Op die tippen. Hop en neer. Hop en neer. Maak je groot. Ook hier kan je het trager doen. Ja. Goed luisteren naar schouders en rug. En als het goed gaat. Ja. Dan gaan we ervoor, hè. Nog 5 tellen. 4, 3, 2, 1. Oké. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gebruik je armen erbij als het gaat. Heel goed. Het zijn de laatste, hè. Come on, hè. Nog 10 seconden. Volhouden. 5, 4, 3, 2 en 1. Oké, supergoed gedaan. Morgen mag je je matje of je handdoek klaarleggen. Ik zie jullie dan.